auto is woensdagmorgen geschept op de Graafse Weg in Nijmegen. Een bestuurder van een zilverkleurige Audi draaide vanaf een bedrijventerrein de Graafse Weg op. Een geparkeerde auto belette het zicht van de bestuurder. Daardoor reed een zwarte Volvo tegen de Audi aan. Twee rijstroken waren tijdelijk afgesloten. Woensdag was de jaarlijkse Wereldwaterdag. 275 scholieren uit Nijmegen liepen een parcours van 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. Daarmee zamelden ze geld in voor toiletten in een school in Sri Lanka. Als gevolg van vervuild water overlijden jaarlijks 430.000 kinderen aan diarree. 300 trainers volgden woensdagmorgen onder leiding van NEC-trainer Peter Huballa een trainerskliniek. De kliniek werd georganiseerd door de KNVB District Oost. Huballa gaf de trainers een inkijkje in zijn opvattingen over het trainersvak en beantwoordde vragen van de aanwezigen. De selectie van NEC trainde al in de ochtend. In verband met het interlandvoetbal dit weekend doet de selectie het rustig aan.